De niet meer bestaande ambachtsgilden met ongeveer 3.000 tot 4.000 gildenbroeders deelnamen. Het feest begon in de jubilerende Petruskerk met een plechtige hoogmis door bisschop Bluissen van 's-Hertogenbosch. Zoals bij zo'n groot gildegebeuren traditie is, werd na afloop van de mis de eed van trouw aan de kerkelijke overheid hernieuwd. Ik wens u graag het beste zegen tot slot en vandaag een hele fijne en feestelijke dag. Zojuist is in de Peterkerk van Oorschot opnieuw de eed van trouw van de gilden bevestigd aan het kerkelijk gezag. Ligt die band kerk-gilde in Brabant nog steeds zo sterk? De bisschop heeft vanmorgen gezegd dat de gilden zo wonderbaarlijk samen de ontspanning, gebaseerd op het geloof, op alles wat wij als christelijke waarde aanvaarden, dat wij dat zo samen zo wonderlijk verenigen in de gilden. En dat hebben we al eeuwenlang gedaan. Dat is niet iets wat wij nu alleen beleven, maar dat beleven we al honderden jaren lang zo. De gilden hebben patroonheiligen, waarbij wij, waarvan wij elk jaar de patroonsdag vieren. Elk jaar worden er zielmissen gedaan door het gilde. Ter herinnering aan de overleden gildenbroeders, die ook door de gildenbroeders begraven worden. Al die gebruiken. Al die tradities worden op het moment nog heel sterk beleefd. Het geloof is het fundament, zou ik willen zeggen, van het gilde. Iets wat wij echt als gildenbroeders, als Brabanders, volop beleven. Het is geen toneelspel, wat sommige mensen wel eens denken. Zoals wij gildenbroeders zijn, dat is een echt diep vertrouwen en geloof van ons. Al op het eind van de 13e eeuw zijn de gilden ontstaan op de grens tussen de Nederlanden en Frankrijk. En zijn toen vanuit de steden verder uitgegroeid naar de steden, naar het noorden en het zuiden. Vanuit de steden zijn ze weer verder gegaan naar de dorpen. We hebben een hele rijke tijd gehad in de 16e eeuw, dat ook wel aan het zilver te zien is. Het vroege zilver, dat is iets heel apart voor onze Brabantse gilden. Dan krijgen we natuurlijk de 17e eeuw met 1648 de Vrede van Münster, waarin de gilden verboden worden. En dat loopt zo door tot het midden van de 18e eeuw, wanneer weer een beetje godsdienstvrijheid gegeven wordt. Dan krijgen we de Franse tijd, waarin het ook wel erg moeilijk is gegaan. De Fransen hebben ook geprobeerd de gilden te verbieden. En dan na de Franse tijd, het gilde leeft voort. En u ziet het, 117 gilden op een landjuweel. Het is nog nooit zo groot geweest. Staan de gilden in principe voor iedereen open? Er zijn jongens van 16, 17, 18 jaar bij en mannen die 80, 90 zijn, die 50, 60, 70 jaar bij een gilde zijn. En er is een natuurlijk respect van de jongeren voor de ouderen. En dat spreekt heel veel gildenbroeders bijzonder aan. In het vroegere paleisje van Amalia van Solms, echtgenote van Frederik Hendrik van Oranje, ontving burgemeester Sanders de gasten. De vele uren zal Oorschot één palet zijn van warme kleuren. En als u de meer dan 3000 gildenbroeders en zusters voorbij ziet gaan onder tromgeroffel met vaandels en hun wapens en hun kleurrijke uitmonstering, dan gelieve u dit te zien als een demonstratie van hun broederlijke verbondenheid, hun gemoedelijkheid, hun onderlinge vriendschap en solidariteit. Geheel volgens de traditie wordt u de erewijn door het gemeentebestuur aangeboden en ik nodig u thans uit om met mij een toast uit te brengen op het welslagen van het landjuweel Oorschot. Onder die gasten minister van Trier van Wetenschappen en commissaris der Koningin van der Harten.
Precies op het middaguur verzamelden de duizenden gildebroeders zich op het feestterrein om de grote optocht door Oorschot met vliegende vaandel en slaande trom te beginnen. En wat bij zijn optocht meteen in het oog springt, zijn de standaardruiters, die zigzaggend met hun paard, volgens eeuwenoud gebruik, een vrij baan voor hun gilde maken. Bij zijn optocht voeren veel gilden ook afbeeldingen van hun patroonsheiligen mee, of de lijfelijke uitbeeldingen ervan, zoals bijvoorbeeld de heilige Antonius of Sint Martinus, of symbolen van het martelaarschap van hun beschermheiligen, zoals het rad van Sint Catharina. Sommige koningen hebben ook een nar bij zich. Nog nooit was er in Brabant zo'n groot schuttersfeest gehouden, waarbij ruim 50.000 mensen hun ogen uitkeken naar de bonte kleurenmengeling en de pracht en praal van de massaal optrekkende schuttersgilden. De man die samen met honderden vrijwilligers het landjuweel van Oorschot de afgelopen jaren heeft voorbereid, is Wim van den Biggelaar, bestuurslid en koning van een van de vier gilden die Oorschot vandaag de dag nog rijk is. Het is een groot cultureel Brabants gebeuren. Het landjuweel dat wordt maar eens in de 5-6 jaar gehouden. Het laatste was in 1975. Wanneer het volgende komt, weet ik niet. Je zult daarvoor op zoek moeten gaan naar een geschikte plaats, geschikte terreinen. Daar waar alle mogelijkheden aanwezig zijn. Nou, en met heel veel steun van gemeentes en provincie, dan kan dat allemaal bij elkaar, kan dat wel gaan lukken daar, ja. Wat betekent dat nou eigenlijk voor iemand persoonlijk om lid van een gilde te zijn? Dat betekent nogal wat. Het is een bepaalde broederschap, een bepaalde trouw aan elkaar. Je kunt elkaar helpen. Je bent aan elkaar verplicht om, als er zelfs iemand in nood zou komen of er zou in moeilijkheden komen, dan zullen jullie helpen. En dat bewijs je eigenlijk ook nog op het allerlaatste moment van het leven, of eigenlijk na het leven. Want als iemand een gildebroeder was die komt overlijden, dan zijn het de gildebroeders die hem gaan begraven. Het is eigenlijk gewoon het einde, het allerlaatste, maar dan toch nog opnieuw is het die trouw aan elkaar te bewijzen. In de loop van die zondagmiddag trok het publiek van tienduizenden op naar dat waar het uiteindelijk om ging. De wedstrijden met onder andere het nu nog springlevende handboogschieten, maar ook het eeuwenoude kruisboogschieten.
En natuurlijk het hoogtepunt, het koningsschieten op de vogel. Op de linkse bij jou? Ja, op de linkse. Op de grootste. De grootste, hè? Het eerste schot werd gelost door commissaris der Koningin van der Harten. Ja, hij is eraf. Hij zat erin, hè? Ja, wel. Hij moet ook geschoten worden. Op de grootste vogel. Corsets van het Sint-Anna-gilde uit Riethoven, rechts in beeld, had een zeer sterke vogel gemaakt die het zeker zo'n 225 schoten zou moeten kunnen uithouden. Ruim voldoende om alle 117 koningen aan bod te laten komen. Het werden zelfs 305 schoten. Tijdens dat koningsschieten stijgt de spanning ten top. De kop gaat eraf en in dit geval raakte de schutter bijna nog een groter doel. En dan het grote moment, de vogel zelf. Let u op de man zonder hoed, rechts in beeld. Het wordt, als zijn voorganger mist, zijn grote kans. En hij benut het. René Das van het Martinusgilde uit Luik-Gestel wordt koning van het landjuweel 1980 van het 1500-jarig oorschot. Waar komt hij vandaan? Luik-Gestel. Oh ja. Luik-Gestel. Dank je wel. Luik-Gestel. Ja, dat was een wat vrolijk einde, een Brabants einde van deze aflevering. Volgende week krijgt u geen Van Gewest tot Gewest te zien in verband met de voetbalwedstrijd Ierland-Nederland. Maar